Wacht even, misschien is dit het moment dat we even de paneldiscussie. Roelof, kom er ook even bij. Dan pakken we gelijk even deze vraag op. Roelof, stel jezelf even voor, zeggen wie je bent en wat je doet. Nou, ik ben Roelof van der Velde. Ik ben werkzaam als senior arbeidsmarktadviseur bij UWV. En dat is een afdeling die zich met name bezighoudt met allerlei ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En wij proberen eigenlijk dit soort ontwikkelingen zo snel mogelijk ook in de peiling te houden. En te bekijken wat het betekent voor die arbeidsmarkt. En wie was ook weer de laatste vraag? Wie stelde deze vraag? De accountant. En toen zei jij van, ik wil dat ja. Ja, toevallig stond ik vorige week op het Nationaal Accountantsdag congres. 1400 mannen in grijs pak tegenover mij. Toen kwam deze vraag ook, lichtelijk paniekerig, toen ik ongeveer hetzelfde soort verhaal had afgestoken. Maar de rol van accountant verandert. Als inderdaad algoritmes het werk over gaan nemen, cijfers veel transparanter zijn, op de juiste manier berekend worden. Het punt is wel dat algoritmes die doen het werk, maar de boodschap vertolken naar de consument, die blijft natuurlijk heel erg in het gedrang. Dus de accountants moeten eigenlijk eens een keer echt mens worden om de antwoorden van de algoritme op een juiste manier te interpreteren en op een hele duidelijke, menselijke manier de boodschap over te brengen. Dus eigenlijk, je accountants worden nog meer mens. Okay, in plaats van eindelijk. Robot. Eindelijk mens. Roelof, hoe kijk je? Je hebt beide verhalen gehoord, hè? En hoe kijk jij naar dat verhaal van Sander? Ja, het verhaal van Sander is, als je het kijkt vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt, is dat nog eigenlijk wel heel ver weg. Het tijdsframe van de arbeidsmarkt is over het algemeen wat korter. En dan zit je meer op wat de vraag die net daarboven werd gesteld van, komen dan ook nieuwe banen bij? Nou, dan zie je op dit moment dat als gevolg van automatisering in die hele detailhandelssector, het bestellen via internet, dat er echt veel nieuwe banen ontstaan. Er is ook een onderzoek geweest dat eigenlijk in de detailhandel het netto het aantal banen niet is verminderd. Er zijn wel minder mensen aan het werk in de winkels, maar er zit veel meer in de logistiek en dat soort zaken. Kijk je op de wat langere termijn, dan ben ik het helemaal met Maurice eens, dan zal op een gegeven moment ook die logistiek steeds meer gaan verdwijnen. En daar zullen we wel een oplossing voor moeten vinden als samenleving. Ja. En die zal hem toch veel meer gaan zitten in, dat is tenminste wat ik denk, dat we eindelijk tijd krijgen, niet alleen in de accountancy, maar ook in heel veel andere sectoren, ook gezondheidszorg, veel meer in de face-to-face, het creatieve, het intermenselijke. Ik vond het wel heel grappig, een filmpje van Maurice, het eigenlijk eindigde met iemand die helemaal geen contact meer wilde hebben, blijkbaar heel blij was dat het contact eindelijk afgelopen zou zijn, terwijl ik denk dat de kans van robotisering en automatisering nu juist erin ligt, dat je weer banen kunt creëren waar dat intermenselijke contact er wel weer is en er ook weer tijd voor is, omdat het simpele handwerk op een andere manier wordt georganiseerd. Maar hoor ik jou tegelijkertijd zeggen, Roelof, ook dat je zegt van, het gaat gebeuren, maar zo vaart zal het allemaal niet lopen. Ik schrok wel even van het verhaal van Sander, want ik denk van, het gaat dus toch even iets sneller dan ik had verwacht. Misschien. Ik vind het moeilijk in te schatten. Ik heb daar geen idee van. We weten dat dit soort processen heel exponentieel gaan toenemen. Dat is ook zo. Maar het is altijd maar de vraag op welk gedeelte van die exponentiële parabool zit je? Zit je in dat eerste stukje of zit je al wat verderop? En dan is de tweede stap heel snel. Ik vind het zelf heel moeilijk in te schatten hoe snel het gaat. Dat het gaat gebeuren, dat weet ik ook zeker. En ik ben het helemaal eens met de stelling die daar nog steeds staan. Ontken niet wat de toekomst ons gaat brengen, maar doe er wel je voordeel mee. En ik zie ook wel voordelen. Sorry dat ik je onderbreek, maar zijn er ook mensen bij UWV die hier al over nadenken? Wacht even, Henk Eggens heeft daar een vraag over. Henk, jij mailde mij een vraag over Groningen. Misschien kun je die nu even aan Roelof stellen. Ja, een vraag waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat er aan de onderkant van de arbeidsmarkt heel veel banen aan het verdwijnen zijn. Dus dat betekent dat mensen die 20, 30 jaar bij een bedrijf hebben gewerkt, een minimale opleiding hebben genoten, maar daar altijd het volle terwijl aan werkzaamheden hebben gedaan, dat juist door automatisering, digitalisering, door robotisering, dat soort werkzaamheden verdwijnt. En dat de mensen slecht in staat zijn om zeg maar nieuwe vaardigheden zich toe te eigenen. En dat komt bij dat op diezelfde arbeidsmarkt, aan diezelfde onderkant, door de invoering van de participatiewet op 1 januari, er een enorme verdringing gaat plaatsvinden op al die functies, waar juist zeg maar, dat minimale aan vooropleiding voor nodig is.
Nou, daar maak ik me zorgen over, van als het gaat over het feit dat, dat we een hele grote categorie mensen zullen krijgen, die weliswaar dan niet een jaar rond op het strand hoeven te liggen, maar waarbij wel komt kijken van dat werk nog altijd een stuk zingeving is. En het betekent ook dat waar we in het verleden ooit een keer bedachten dat ik werk dus ik besta, vervolgens de stap maakte van ik denk dus ik besta, en nu een stap is van maar wat doe ik dan hier? Hè? En hoe zit het dan met dat verhaal over dat werk zingeving oplevert en dat dat ook een belangrijke plek in de samenleving is? Werk als zingeving, wie wil daarop reageren? Wat zei je, Sander? Ja, als ik hem helemaal chargeer, het is oud denken. Vroeger, toen we nog, dan praat ik over 100.000 jaar geleden, dan gooiden we één keer per dag een speer naar buiten, hadden we een bison te pakken. En de rest van de dag konden we liggen. En vervolgens begonnen we een beetje met elkaar te communiceren, begonnen we taal uit te vinden. En hebben we dorpjes gebouwd. Het ene dorpje was mooier dan het andere dorpje. Begonnen we met elkaar te vechten. En dat oorlogsmodel hebben we de afgelopen 250 jaar tot in de perfectie in onze huidige maatschappij en de bedrijven doorgevoerd. En waarom is de afgelopen 250 jaar de waarheid van hoe onze toekomst eruit komt te zien. Dus als werk een zingeving is, nou, ik vind het leuk om hier te staan te praten, mensen te ontmoeten. Maar ik zit ook net zo lief thuis met een biertje in mijn hand. En dan hoor ik hier die speer naar buiten. Dus ik weet niet of zingeving is. Zonder gekheid, voor mij bedoelt Henk ook dat er heel veel mensen op dit moment ook echt een diepe zingeving in hun werk ervaren. En is dat reden tot zorg? Misschien kan Maurice daarop reageren. Is dat reden tot zorg? Of zou dat het moeten zijn? Wat denk je? Nou, ik denk dat de zingeving in het werk, en dan ben ik hier, sluit ik me aan, dat niet per se de noodzaak is om de zingeving uit je werk te halen. Dat je niet hoeft te werken, kun je juist zingeving aan andere dingen. Ja. Dus veel meer mensen. Ja. Maar daar wil ik nog wat kanttekeningen bij maken. Want het is natuurlijk, de arbeidsmarkt van dit moment is natuurlijk wel gebaseerd op het principe van zingeving is, het is zinvol om werk te hebben. Dat is de hele participatiewet die we volgend jaar gaan invoeren, is op dat principe gebaseerd. Dus dat is misschien achterhaald, maar dat is op dit moment wel de realiteit van de arbeidsmarkt. En daar zullen we dan toch een antwoord op moeten verzinnen met z'n allen. En de verdwijnen inderdaad aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt het gewoon steeds moeilijker. Want de ontwikkeling die we op dit moment zien is dat er toch sprake is van verdringing. Hoger opgeleid verdringt mbo'ers, mbo'ers verdringt weer lager opgeleid. En aan de onderkant van de arbeidsmarkt heb je gewoon de problemen. Ja, helder. Oké, ik heb nog een vraag via Twitter die wordt gesteld. Jacomien die zegt, waar moeten we onze kinderen nog voor opleiden als er heel veel banen verdwijnen? Waar is Jacomien? Daar. Oh, ja, andere Jacomien. Oh, daar. Ja, hoeveel Jacomine kun je hebben ineens al? Ja. Goed, wie wil er even op reageren? Ja, opleiden van kinderen. Ik denk, ons onderzoek is ook in de wereld draait door geweest. En daar was Jet Bussemaker te gast. Ik denk dat de reactie die we daar zagen, de reacties die je niet zou willen zien. Ze ging zich heel erg verdedigen tegen de cijfers. En ik denk dat daar de oplossing zit in het onderwijs. Mensen moeten op een andere manier, kinderen moeten op een andere manier opgeleid worden. Veel meer de creatieve kant. Zich daarop gaan ontwikkelen. En ik denk dat daar veel minder een probleem zit dan in een grote groep mensen die al verder in hun loopbaan zit. Iedereen moet veranderen. Ik denk dat de veranderkracht bij de mensen die al wat langer in hun werk zitten veel lastiger is. En dat de kinderen zich wel aanpassen aan deze nieuwe situatie. Ja, wacht even hoor. Jacomien wou nog een aanvullende vraag stellen. Ik vind het juist wel interessant, want je ziet juist niet in het basisonderwijs bijvoorbeeld, waar ik mijn kinderen in heb zitten, dat alle creativiteit eruit geslagen wordt. Ja, je ziet ook een tegenbeweging, hè? De iPad-scholen, flip in de classroom. Maar Sander, creativiteit horen we. Jij zei, voordat we vanavond begonnen, zei je nog iets anders over de manier waarop onderwijs georganiseerd zou moeten zijn of gaat worden. Ik heb ook twee kleine kinderen. Mijntje en Lotte, 8 en 10. Ik ben nu vorige week voor het eerst in mijn leven voorgelicht over hoe het leven van mijn dochter zich gaat ontrafelen als ze 12 is. En ben ik voorgesteld aan scholen zoals ik het zelf heb meegemaakt een paar jaar geleden. En hoe scholen van de toekomst eruit zien. En het zijn twee uitersten. En ik kom uit het zuiden, Oosterwijk. En daar hebben we sinds kort in Tilburg hebben we de nieuwste school. En daar hebben ze het model van flipping the classroom gedaan. Dus
Het is twee uitersten, maar de nieuwste school houdt in dat mijn dochter naar school gaat, daar overdag met andere kinderen aan opdrachten werkt. En dat ze naar huis gaat en dat haar huiswerk is een filmpje kijken van een docent die een verhaal vertelt. En als ik vroeger kijk naar mijn eigen onderwijs, naar de universiteit, die professor die ik zag, die gaf iedere week hetzelfde college aan een groep kinderen. Deed die jaar en jaar en jaar en jaar. Dat kan die ook efficiënter doen. En het zou misschien veel beter zijn om mensen aan de slag te gaan om problemen daadwerkelijk in de klas op te lossen. Dan krijg je een heel soort andere kinderen die op een hele andere manier met hun hersenen creatief bezig zijn. En dat soort type mensen hebben denk ik in de nabije toekomst nodig. Wat moeten ze doen? Ze krijgen daar echt... Nee, later. Vooralsnog zijn het mensen die wat je nu ziet, creatieve dingen. Weet je, wat je met je rechterkant van je brein doet. Dichten, schrijven, nog echt nadenken, diep nadenken. Dat zijn nog steeds taken die computers niet voor ons over kunnen nemen. En daar gaat een beetje het verhaal over. Dat een hele hoop van de banen die we nu aan het vervangen zijn, zijn eigenlijk de simpele dingen. En ik wil niet simpel, dat zeg ik misschien verkeerd, maar... Ja, repetitief werk, Excel-spreadsheetjes uitrekenen als een accountant. Dat soort taken, daar hebben we geen mensen meer voor nodig. Dus dan kom je op hele andere capaciteiten van mensen uit. Nee, maar niet iedereen, mevrouw zegt hiervoor dat niet iedereen dat kan. En dat ben ik ook met u eens. En daarom zei ik al aan het eind van mijn verhaal, dat het huidige systeem, het huidige kapitalistische systeem, ondersteunt dit hele andere denken, deze hele nieuwe wereld niet. En dat moet gaan veranderen. Oké, vraag Lieke de Vries. Nou, ik reageer even op wat Herma zegt. Niet iedereen heeft het. Misschien is dat wel waar, maar we krijgen ook nieuwe mogelijkheden. Als ik twee voorbeelden mag geven. Ik las vorige week dat de ING en de Rabobank per jaar 130 miljoen uitgeven aan het onderhouden van hun ICT-systemen. Knap is een nieuwe online bank. Die hebben 40 miljoen uitgegeven aan het bouwen van een nieuw systeem. Dat kan nog 100 keer meer klanten aan dan het nu al doet. En ze zijn met 70 mensen en eigenlijk zitten bijna al die mensen dus in het directe contact met de klant. En hetzelfde verhaal geldt voor buurtzorg. Precies. Waar ook de hele back-end volledig geautomatiseerd is, zodat de mensen op alle verschillende niveaus waarin ze hun zorg geven, dat gewoon van mens tot mens kunnen doen. Dus het is niet radicaal van het ene moment abrupt iedereen zonder baan op het strand. Ik denk dat er juist ook voor mensen die nu wat gevangen zitten in zo'n repetitieve spreadsheetbaan of iets dergelijks, ook wel hele nieuwe mogelijkheden ontstaan. Nou ja, goed, dat is hetzelfde wat ik inderdaad zei, want ik ben het er helemaal mee eens. Waar je naartoe moet gaan is gewoon naar veel meer intermenselijk contact. En ik denk dat die ruimte er is op het moment dat je deze ontwikkeling doorzet. Dat is op zich de kans voor de arbeidsmarkt. Oké. Nog andere mensen met vragen? Antje Vincent gaat weg. Nog vragen? Ja, Antje? Uit de Twitter-tijdlijn, hoor. Ik heb hier verschillende vragen. Maar wie checkt de algoritmes? Is een vraag. Als in leuk dat het algoritme... kijk. Ja, ik werd vanmorgen wakker door de wekkerradio, zoals elke ochtend. En het eerste bericht wat ik hoorde was dat... De website aangiftes van de politie, die was zo lek als een mandje. En onze minister Opstelten die wilde dat lek gaan dichten met een systeem wat volgens mij ook zo lek is als een mandje, namelijk DigiD. Dus we kunnen het wel hebben over al die computers en robots die het gaan overnemen, maar als dit soort dingen steeds falen, bedoel, hoe voorkomen we dat het niet ergens helemaal misgaat? Iemand zei van dat is overheid en ICT. Ja, wacht even. Gaan we een zinnige vraag stellen of gaan we ouwe hoeren? Nee, zinnig, wacht even. Oké. Dan mag je. Nee, maar ik bedoel, er is altijd voor de mensen die voor het eerst zijn, er is altijd zo'n achterste rij met. Goed, oké. Okay. Wie wou iets zeggen? ICT. Dat is toch een simpele conclusie. Overheid en ICT. Dat is toch een ramp wat samen staat te wachten? Hier is de vraag, noem een project van de overheid en ICT wat goed gaat. Ja, ik weet er niets van één te verzinnen, maar... Ik weet er op zich wel één, hoor. Ja? Ik vul altijd, niet met plezier vul ik mijn belastingformulier in, maar wel met heel veel gemak. Ik denk van,
als je dan toch hebt over een automatiseringsproject. Ja, ik was even bang dat hij werk.nl zou gaan noemen. Nee, maar wacht even. Ik zeg niet dat ik hem met plezier invul, maar wel met gemak. Nee, wacht even. We doen even een stap terug. Er was nog een vraag. Stel, iemand stak zijn of haar hand hier omhoog. Nee, oké. Okay, wacht even. Liekle, nog één vraag. Ik ben vandaag niet van de vragen, maar van de reacties. De verhalen over falende ICT-projecten kennen we. Een van de oplossingen is om de boel meer open te trekken, om meer mensen te betrekken bij het testen van je systemen. Er is een Nederlands bedrijf, HackerOne, wat dat ondertussen voor Twitter, Facebook enzovoort doet. Die loven geldbedragen uit voor de mensen die de eerste bugs binnenbrengen en zorgen voor een goede oplossing. Dus ik denk dat een deel van de oplossing ook zit in het creëren van platformen, het meer open met elkaar dingen durven ontwikkelen. Nou ja, volgens mij ging de opmerking over algoritme ook en onder andere ging het toen over privacy. Volgens mij ging het ook een beetje over, maar misschien interpreteer ik te veel, over wat laten we over aan software en wat laten we over aan machines. Zijn we daar wel klaar voor? Is dat wat jij bedoelt te zeggen? Ja, Jarno. Ja? Als ik daar mag kijken. Ik wil niet zeggen, het zijn kinderziektes. Dingen gaan fout. Is ook menselijk. Ook bij de overheid, bij ICT-bedrijven waar ik zelf bij zit. Feit is bijvoorbeeld wel, als je kijkt naar een van de simpelste dingen des levens, is een kruispunt met stoplichten. Er zit ook een algoritme achter en die accepteren we ook allemaal. Zijn ook de eerste stoplichten werkt ook niet feilloos. En uiteindelijk hebben we de kinderziektes eruit gehaald en nu vertrouwen we de blindelings op. En datzelfde punt probeer ik te maken. We gaan nu naar een tijdperk toe waarbij we steeds meer blindelings gaan vertrouwen op technologie. Technologie wordt onzichtbaar, verschuift naar de achtergrond en gaat ons mensen helpen. Mijn moeder is kapster. En mijn vader is in een verzorgingstehuis sinds een paar jaar. Dus mijn moeder moet nu de bankzaken doen. En van de bank werd ze verplicht. Normaal gesproken ondertekent ze accept giro. Maar op een gegeven moment mocht het niet meer. Dus mijn moeder moest een cursus volgen. Moest digitaal bankieren. Heeft 10 weken lang iedere woensdagavond cursus gevolgd. En uiteindelijk heeft ze een pc gekocht. Toetsenbord, muis, 67 jaar. En het werkte gewoon niet. Ze snapte niet, kwam er niet uit. Ook nog zo'n rare digitale calculator. Vervolgens heb ik een iPad voor haar gekocht, een bankapplicatie op geïnstalleerd. En nu weet ze in één keer hoe het werkt. Omdat de complexiteit is er als het ware allemaal van afgehaald. En in het begin vonden we dat ook eng. Internetbankieren, allemaal te hacken. Maar goed, het werkt. Vandaag lagen een heleboel pinautomaten eruit. Klagen we ook. Maar morgen zitten we allemaal weer te pinnen. Want het werkt allemaal. Dus om nou de focus te leggen op de dingen waar het fout gaat, okay. Dat is wel heel goed. Maar ja. Zo ziet de toekomst er niet uit. Ja, point taken. Over een cursus... gesproken, ik las laatst een cursus wat je kon doen, die was voor senioren. Foto's versturen met WeTransfer, echt een cursus. Ja, echt waar. Ja. Ik denk dat ik maar stop met social media advies geven, maar dat soort cursussen. Oké, we hebben nog tijd voor één vraag. Iemand nog? Ja, Astrid. Dat we de ontwikkeling niet tegen kunnen houden is helemaal duidelijk. Maar nou hoorde ik de eerste spreker net zeggen van we zijn al 250 jaar of nog langer eeuwen aan het oorlog voeren en het strijd leveren over wie de baas is, wie het snelste kan, wie het grootste kan, wie het meeste heeft. Behalve dat er iets in onze hersenopbouw moet veranderen, dat we meer onze creatieve kant aan moeten gaan spreken. Zien jullie ook gevaar in het feit van dat als alles door algoritmes geregeld wordt, dat er toch weer iemand is die de macht daarin grijpt? Of hoe kijken we daarna? Ja, ik heb niet direct antwoord op hoe we dat gaan oplossen, maar er zit natuurlijk ook gevaar in deze ontwikkelingen. Er zijn griepjes te ontwikkelen die maar op één DNA gaan aanslaan, en dodelijke griepjes. Ook daar zit natuurlijk een gevaar in. En de oplossing daarvoor, die zie ik niet direct. Ja. Ik sloot mijn verhaal straks af dat ik een techno-optimist ben. En ik sluit me eigenlijk aan bij een van de heren hier vooraan het publiek. Wat je heel duidelijk ziet is dat we naar een samenleving toe gaan die in plaats van centraal georganiseerd steeds meer decentraal is georganiseerd. Waarbij verantwoordelijkheid bij de individuen komt te liggen, ondersteund door algoritmes. Dat betekent uiteindelijk dat we dankzij al die algoritmes een opener en transparantere samenleving kunnen krijgen. Waarbij misstanden uit het verleden veel eerder en veel vroeger aan de kaak gesteld kunnen worden. En daarom zeg ik, ik ben een techno-optimist. Ik denk dat we als we in een decentrale wereld gaan vertoeven, een hele hoop misstanden van het verleden op een hele eenvoudige manier kunnen oplossen. Maar we zijn er nog niet.
En daarom heb ik ook gezegd, het huidige systeem ondersteunt het niet. En dan heb je eigenlijk twee uitersten. Of we veranderen in een soort van dystopie, matrixachtig scenario, waarbij we allemaal ingeplucht zijn en één robot of één opperheerser de hele wereld aan zijn voeten heeft. Of we gaan naar een utopisch verhaal waarbij we allemaal op een, te maken hebben met een strandtekort. Uiteindelijk zullen we waarschijnlijk zien dat we die twee werelden, die twee extremen, elkaar ergens in het midden zullen vinden. En dat zal gaan met horten en stoten, maar de toekomst is onvermijdelijk en eigenlijk is de toekomst dan nu. Nog iemand een vraag? Ja, want ik had zelf ook nog een. Ik dacht, als niemand zijn hand opsteekt, dan kan ik het mooi stellen. Oké, goed, laatste vraag. Ja, ik wil toch even wat optimistisch toevoegen, want eigenlijk geven alle sprekers aan wat er gaat verdwijnen. En dat zie ik ook wel en dat zal ook gaan gebeuren. Maar we hebben natuurlijk met z'n allen nog helemaal geen idee wat er allemaal kan ontstaan. Want daarin zijn we ook een beetje 1999. En zo is het eigenlijk ook altijd geweest. Dus ook wij weten nog niet wat voor banen er kunnen zijn. Je kunt wel een beetje erin denken, maar volgens mij zijn er ook heel veel kansen. En laat het niet alleen zitten op wat er verdwijnt, maar laten we kijken van welke mogelijkheden hebben we. Want het is veel leuker. Oké, kan een van jullie, Roelof, jij... Ja. Ik ben het wel met je eens dat er ook weer kansen gaan ontstaan. Wat ik zelf al zei van, het zal toch veel meer in het intermenselijke contact. Ik heb ook al eerder gezegd dat ik denk dat als je al die simpele taken eruit haalt, als je het hebt over gezondheidszorg, als je het hebt over accountancy, dat is ook door een van de vorige sprekers al gezegd, dan heb je dus weer ruimte voor het intermenselijk contact en voor de soft skills van mensen. En ik denk dat daar ook nieuwe banen en nieuwe werkgelegenheid gaat ontstaan. Maar misschien wel niet meer in een 40-urige werkweek, maar in een andere verhouding. Omdat de wereld er wel wat dat betreft wel anders uit gaat zien. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat het op die manier ook gaat werken. Misschien ben ik de laatste. Dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Maar het zou kunnen. Enige tijd geleden heeft Peerby, bedrijf uit Nederland, misschien hier in de stad geloof ik, weet niet precies, echt van een internationale investeerder, ontzettend veel geld gekregen om dat gewoon te gaan stimuleren dat mensen van elkaar diensten en kunde en kennis gebruik maken. Zonder dat er een monetaire vergoeding tegenover staat. Er wordt hier heel veel gesproken over banen, of mensen gelukkig zijn in een baan. Als je een onderzoek laat doen, ben je gelukkig met je baan? 70% van de mensen zegt van nee, ik kan mijn baas wel schieten. Klootzak, hufter, weet ik van wat. Je hoort het overal. Mensen zijn niet gelukkig met een baan. Mensen willen gewoon in het algemeen gelukkig zijn met elkaar. En dat betekent niet dat een baan noodzaak is. Nee, mensen willen gewoon onderling met elkaar gelukkig zijn. Ik denk dat je daarna moet streven met de technologie en kennis wat er is, zeg maar. Oké, nog even de vraag wat die mevrouw zei over die banen die erbij komen. Kan iemand van jullie 5 banen noemen van zegt, de komende 10 jaar verdwijnen telemarketeers, accountants, verzekeringsagents. Is er iemand van jullie die kan zeggen, maar dat komt er dan concreet bij? Nou, de data scientist. Dus degene die algoritmes moet gaan ontwikkelen. Oké, hebben we data scientists in de zaal? Ja, sowieso. Tamara. Tamara zit goed de komende grote vraag nou straks. Ja, goed. Zo'n mooi vak van de toekomst is experience designer. Mensen die voor jou een ervaring ontwerpen. Dat kan al zijn bijvoorbeeld in een augmented reality geschapen in Oculus Rift. Maar ook iemand die specifiek voor jou een fantastische vakantie in elkaar rolt. Maar ook daar zit dus heel erg weer bij dat je wel moet begrijpen wat die andere mens is. Dus weer het menselijk contact wordt steeds belangrijker. En die vakantie, is die virtueel of is die techniek? Mag voor mij. In 3 weken met een Oculus Rift thuis aan de bank liggen. Nou, ik heb van de week nog zo'n Oculus Rift opgehaald. Het mag voor mij allebei. Het is echt een andere wereld. Oké, dankjewel. Goed. Beste mensen, even applaus voor Roelof, voor Sander en Maurice.